Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag is het weer een nieuwe dag. En ik zal even het uitzicht laten zien, want volgens mij heb ik nog niks gefilmd hier in het hotel. Vandaag wordt een zieke dag, want we gaan inkopen doen. En afsteken natuurlijk, goede opnames. Dit is een beetje de kamer. Daar staat hij. Ja, Ruben vond het bed niet chill. Dus die staat daar zo. Man, man, man. Ja, we gaan eerst even kijken hoe het ontbijt hier is. Laten we dat maar gaan doen. Ja, ja. Lekker ontbijtje hoor hier. Mooie zaal. We zijn de enige. Nou, het koetje hoor, goed geregeld. Ja, het ziet er... De beste video's op YouTube, ik zie maar. Ja, het ziet er goed uit. We staan hier zo voor het hotel. We zitten in Villa Victoria. En de omgeving is hier best wel ziek. Gisteren was er best wel wat meer sneeuw. Alleen, je ziet toch dat er nu een soort van dooien is. Dus ik zal even laten. Hier, er zit best wel weinig sneeuw nog. Gisteren was er veel meer. Maar op zich is het weer niet echt chill met die mist. Dus ik hoop dat het nog weggaat. Want voor Shells is dat niet echt chill. Het ruikt hier wel trouwens echt naar vuurwerk. Het is echt bizar. Het ruikt naar vuurwerk hier, hè? Vet, hè? Dam, bam. Ja? Recente bestemming hiervoor, hè? Gewoon Turkisch Centrum, waar jij gisteren het alarm niet afgaan, weet je nog? Ja. Zetten we daar de auto neer. Ja, is goed. Want je moet wel betaald parkeren daar. Ja, maar daar zometeen hebben ze die bus gescand. Staat er zometeen alsnog een marge steed voor de deur. Ja, die komen in jou aan. Voor de bus. 20 minuutjes, 12 kilometer. Wat een dorp mensen, dit is echt het hartje van Tsjechië, hè? Nee joh, gek, hartje van Tsjechië. We zitten aan de grens. Ja, maar het ziet er wel zo uit. Ja, ja, het ziet er zeker zo uit. Hooie hoeds, daar zat je echt... dit is echt zo'n Wild West gevoel, toch? Wild Wild West. Tom komt er niet eens hier. Zo, Shelletje heen en weer. Doet hij niet hier? Die Shell? Nee, ik hoop niet dat hij daar achterin, dan zijn we dood. Ik moet bivak en ga op zoek naar de klappen. Ze doen als criminelen in het echt, zijn ze niet dapper. Ik hou mijn ogen open, voor die money blijf ik wakker. Miljoenen op de bank en op mijn hoede voor die slangen. Want alles is nu prijzen, alles is duur. Portemonnee, kom naar buiten, voor mama de huur. Al mijn jongens aan het knippen, spelen kapper in de schuur. Voor de stress een snelle actie, of die Henny pak de puur. Knock, knock, open up, hit the flow, ik pak de dough, en nigga beam. Onze stooklocatie van gisteren. Ja, dat was een beetje een dode boel, maar we maken het best gezellig daar. Die liggen ook samen begraven. Skilift, je gek. Zo! Gek, hé! Wow! Ski! Dat heeft dan weer een vuurwerk te maken, er allemaal niks, man. Ja, maar is toch wel ziek om te skiën? Leven is gevaarlijk, weet je hoeveel doden erbij vallen met skiën? Verbieden die handel. Verbied skiën. Allemaal even de verbiedserie kijken van Ruben. Ja. Benzine mensen. Wow. 1,17 euro. Hier, kijk de padding. Hij is gewoon open na gisteren. Dat deze winkel had even het alarmpje laten afgaan. Ja, daar ging het uitstallen, het vuurwerk. Ja, daar dacht de winkel iets anders over. Ja, dit is... Oh, politie. Ja. Oh shit. Kunnen we geen vuurwerk kopen? Het zit er wel eens ingebakken, dat het allemaal illegaal zou zijn, maar het is hier legaal tot de wet, joh. Oh, dat sorry, ik wou zeggen dat was die vent van gisteren, maar ze leken allemaal op elkaar hier. Is er nog plaats vrij? 15 kronen. 15 kronen? 15 kronen. Hola, Nike meneer. Zet hem maar. Voor naar links. Busie, moet je dan? 15 kronen, dat is 50 cent, man. Zo, Ruben gaat eerst de shop in. Nee. Als je dat wil zien, wat Ruben gaat doen, moet je kijken naar Extreme Rides 1. Ook een schaar, hè? Oké. Hier staan we dus voor die markt. Dit zijn die ingangen van die markt. Aan elke kant heb je wel dingen. Op dit moment zie je gewoon kleding. Maar ik denk dat je zo meteen, als je wat dieper gaat vragen, dat je wel vuurwerk tegenkomt. Vorige vlog kan je zien dat we iets zagen liggen. En toen ging ik vragen aan die man van, heeft u nog meer? En toen ging er ineens een hele bunker open. Dus ja, je moet het ook wel lukken. Struipries hier. Hallo.
Alleen die traantjes. Nee? Niet goed. Ja mensen, we waren net in die hallen. Jongen, jongen, die mensen gingen helemaal flippen omdat ik daar een paar losse nitraat aan het filmen was. Dus ja, ik was maar meteen gestopt, want ze werden een beetje agressief. Ja, die werden... Ja, dat was niet echt chill. Hij stond ook op je teen, hè? Ja, hij stond op mijn teen. Meteen stoppen met filmen. Daar was hij niet blij mee. Ik verstond hem niet, maar... Ja, Hollandia. Hij wist dat we Nederlands waren. Dus op een of andere manier hebben ze geen goede ervaringen met Nederlandse vuurwerktoeristen. Nee. Ja, dat zijn wij. Ja. Dus we hebben niet echt goede beelden daar kunnen schieten. Maar goed, we gaan nu eventjes naar de grens toe en dan even kijken of daar politie staat en zo. Dat is ook wel spannend. Een politie staat, Nederland, ja. Ja, of daar politie staat. En dan ja, kunnen we zometeen nog steeds even die markt op en dan gaan we even wat blokken halen daar, zo waar we in de vorige video ook waren. Ja, toch? Zoals jullie kunnen zien staan we hier dus voor het bord. Potiki, Česká Republika. We staan hier dus net over de grens. En achter dat bord kan je als het goed is politie zien. Maar ja toch? Daar ook rechts. Oh ja, staat politie. Ja, ja, daar. Ja, ja, ja. Oh, spannend! Dus we moeten even uitkijken wat we de grens overnemen. Ja, daar mag het. Dus ja, maar goed, we gaan even die markt even hier verkennen en dan halen we van blokken daar zo. Ja toch? Ja toch, vind ik ook. Dus hier begint echt serieus de grensovergang. Je ziet geen politie of zo aankomen. Ruben staat ook even zijn introotje te schieten daar zo. En ik zie geen politie of zo. Hier begint al gelijk die markt eigenlijk. Hè? Dus praktisch zou hier gewoon het vuurwerk al kunnen liggen. Fucking ziek. Česká Republika. Nou, achter mij jongens staat die politiewagen. En aan de overkant staan gewoon de Cobra en de Viper. Zwaar illegaal. Dat maakt hier niks uit. Een koffertje open, komen de shells uit. Natuurlijk. Ja, mannen. Ja, nou aan de beste. Ja, vind ik wel. Zie je dat? Ah, dat is goed. Doe een beetje naar links, een beetje naar links. Nee. Niet te veel. Oh, mooi, ja. Nou, beste. Ach, goed. Oh, zo dat ik wel zo ben. Vind je het dik, hè? Billiger. Ja. Nee? Vind je het dik, hè? Nog billiger. Nog billiger, ja, natuurlijk. Meer is billiger. Ja, die dan nog aangegaan. Nog aangegaan, oké? Ja? Denk ik. Nee hoor. Ik wil het gewoon pakken. Niet zijn moeder ketchup. Ketchup of mosterd. Ja. Dit is dus die shop waar we gisteren ook waren, in de vorige video. Nou, toen ging hier zo daarnet die zaak open. Had hij gewoon een eigen gemaakte bunker liggen daar. Vipers, cobra's, smokefonteinen. Ja, ja, daar gaan we weer. Koekelbonnen. Beetje een déjà vu. 12. Dat zijn die, oh ja, dat zijn die vulkanen. 1500 gram vulkanen. Hebben ze wel vulkanen? Categorie 1. Even kijken. Ja, kijk. Achter de schilderijen. Kijk, hier aan de linkerkant had je gelijk al die. Kijk deze. Oh, die Warlord, ja. Dubbel range hebben we nog gisteren gehad. Eén keer zo eentje meenemen. Ja, ik vind hem goed. Dat is 6 inch toch? Dit is 6 inch, ja. Taliban. Haha, Taliban. Hallo, Adam. We gaan nu naar locatie, we hebben net even inkopen gedaan. Wat een locatie! Zo, het is hier nog glad ook joh. Mooie pijlen. Er staan Duitse pijlen, maar die mogen natuurlijk niet in Duitsland. Kettig. Hier een, even kijken. 6 inch. 6 inch, een pakje Viper 10, een pakje Cobra 10. Imitatie natuurlijk. Hier, even kijken. Een Purple Peony to Gizantium with Time Rain Willow Core. Dat 5 dus inch. 5 inch. Nou, hier staat die, even kijken, 5 inch Puma Time Rain Willow Gold Tail. Deze hadden we gisteren ook al afgestoken. Ongeveer dezelfde fabrikaat, alleen ander labeltje. Super Cobra 20, een soort Delaferana, ander labeltje eromheen. Delaferana Profi. Even kijken wat het doet. Dit is de Cobra 16. Dumb Bum Single Shot. Dat ze graag willen hebben. Pak je Viper 3.
5 voor 3. 5 voor 12. De Della Farana, dit pak kregen we gratis. Ja, Shells. Daar hebben we er 2 van, trouwens. Ja. Hier een pakje. Ja, wat was dit, joh? Ja, strijkers. Niet lachen. XXL Battery van Klasek. 200. 200 shots, mensen. Moet je kijken. Wat op je rug, hè? Ja, dat is zo, doe. Prachtig, hoor. Dit is een hele mooie aansteker. Laat hem eens even zien. Dat was een kermis aansteker. Dat is een sier aansteker. Die doet het niet. Jammer. Meen je niet? Ja. Prank. Ja, ready? Ja. Zo. Een Della Farana. Raar ding natuurlijk. Waar het gips gewoon uitkomt. Wegwezen. Oh. Vertrouw die dingen echt niet. Nice. Daar gaat-ie. Rookbommetje. Ja, goed voor hoor. De stoel dadelijk. Zo. Zeg je dat? Zo. Polen zit vol met verlaten woningen. Echt spookhuizen zijn dit gewoon. Je kunt hier wel naar binnen. Of het verstandig is, kijk hier, hele schuur aan het plafond. Moet niet zijn bazen daar zo naar beneden komt zetten, dus ik denk niet dat het. Ja mensen, zoals je het van ons gewend bent, strijker met de vla, met onze ouderwetse compilatie, kennen jullie het wel, let's do it. Hij heeft dat topje erop. Niet op de camera hè. Kijk nou mensen. Loopt gewoon vanaf de bovenkant eraf. Gadverdamme. Nummer uno, 100 gram mensen. Vijf per tien. Kijk nou mensen, van die cobra net. Gaan dingen gewoon in de fik. XXL Battery van Klasek.
een ding zeg. Niet normaal. Dus we zijn even in de bus aan het schuilen. Zoals jullie kunnen zien regent het fucking hard, want we zijn allebei nat. Ja, het is niet anders man. Ja, normaal ben ik in de zomer, dan heb je er niet zoveel last van. Ja, het is nu al november, het is meer slechte weer, we hebben al pech. Nou, we hadden liever sneeuw gehad, maar ja. En je kunt het er oplossen met die bus een beetje te draaien en dan zeg maar, ja, de andere kant op schieten, maar die 6 inch die gaan zo hoog. Ja, één voordeel, dus geen mist nu, dus als het droog wordt kunnen we het doen. Ja, maar ja, als het droog wordt. We hebben ook geen internet hier, we staan echt somewhere in de nowhere. Ja. Als je die kan 5 kilometer rijdt, is er niks. Die kan 5 kilometer, zeg ja, verlaten gebouwen, verlaten huis. Daarnet hadden we al met die cake al problemen, want we hadden hem doorgelom met Fisco. En dat Fisco had binnen 10 seconden al nat geregend. Dus we waren de hele tijd bezig om dat ding weer aan te krijgen. Maar goed, het is gelukkig gelukt en hij heeft hem op de camera. Volgens mij goede beelden toch? Maar we gaan nu even wachten en dan hopen we dat het zometeen wat minder wordt, want dan hebben we natuurlijk die shells nog. Nee, Red Glittering Willow. Red Glittering Willow, 3 inch van Puma. Ja, ja. Gaat ie. Grote jonge kerels. Te koop bij de Aldi. Te koop bij de Aldi. Ja. Tussen het fruit. Ja. We gaan kijken hier. Oh. Juist, zo kende ik ze. Ziekelijk, hè? Het 6 inch bolletje is gelaaien, collegisantium. Dan gaan we nou deze erbij gooien. Ik ben benieuwd. Doe dit niet thuis na, mensen. Nee. Steek sowieso geen shells op. Jezus, wat doe jij nou? Hoeveel wil je erbij gooien? En dat lukt toch niet, man? En hoeveel wil je erbij gooien? Ja, het is jouw idee. Nou, pak je. Nou, fuck je maar, hè. Kijk. Kijk hem rennen, jong. Screentje TPD. TPD. De bloopers. Veel. Even een hekscreentje maken. Om de boel bij elkaar te leggen. Te rapen. Zoals jullie gewend zijn van PTD. Nou, eigenlijk horen er wat Ugly Joe's bij. Voor te wekt. Ja, hij gaat. Hou de lamp aan daar. Zo mensen, we zijn weer op de hotelkamer. Ruben zit weer in het stoeltje. En we hadden net dus alles afgestoken. Het was echt een zieke dag. Op dit moment ben ik echt fucking gesloopt. Dus ik ga even wat beelden op mijn laptop zetten. Die staat al klaar hier ook. En ja, dan gaan we slapen. En morgenavond laat gaan we naar huis. Dus dat is dus de video van volgende week zondag. Maar we gaan eerst nog naar de markt en allerlei dingen nog kopen. En we gaan gewoon de hele middag afsteken. Dus ja, er wordt sowieso nog een zieke video. Dus er komen er gewoon 3 Tsjechië video's. Waar gruwelijk. En kijk eens wat Ruben hier naast zich heeft staan. Hij laat alles aan ons zien. Onze ene echte Ruben. Ja, maar hier. Dit is een hotelkamer met explosieve mensen. Ja, dat was ook wel ziek om nog even op terug te haken. Vandaag waren we natuurlijk op die markt.
En ja, op een gegeven moment kom je niet zoveel vuurwerk tegen als in Polen, waar we waren, want daar staat het echt overal bloot. Je ziet soms van die shopjes die gewoon sigaretten verkopen en zo. En dan ja, hebben ze een pakje Kolle Salute ernaast en een pakje Dum Dum en dan houdt het wel op. Maar ja, dan gaan ze vragen van, wil je vuurwerk, bla bla bla. Op een gegeven moment nemen ze je mee naar ergens achter. Dat hadden we dus met die man en daar mochten we ook filmen, daar zei hij niks. Maar bij die andere, bij die vrouw, die verkocht koffers. En op een gegeven moment gingen die koffers open en in elke koffer kwamen wel wat andere dingen tevoorschijn. Ja, hè? Op een gegeven moment haalde die... Ja, wat hij zegt. Op een gegeven moment haalde die vrouw zo van boven, ergens uit zo'n voorraadje haalden ze zo'n e-spec. Die ging naar beneden en volgens mij, ja, ik heb het gefilmd, jullie hebben het kunnen zien. Die haalden ze open, deze open, hoppakee, er kwamen even wat dikke strijkers uit. Ja, het is echt gekke werk. In ieder geval, we gaan dus slapen en morgen weer een stookdag. Die video komt volgende week zondag online. Dat is dan de laatste Tsjechië video, maar dan is het kerstvakantie. Dus ja, dan begint alle zooi en dat gaan we gewoon dagelijks uploaden. Ik zou zeggen, vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat dan even een like achter. Vergeet niet te abonneren. Wil je nog wat zeggen, Ruben? Ik zie je zitten. Ja, allemaal een subben op PTD en allemaal subben op Extreme Writing. Ja, dat gaan we dus niet doen. In ieder geval, ik zie jullie weer volgende week om 12 uur. Ciao. Tot dan.